De spelers in de Lutte beginnen steeds fitter te worden. Een trainingskamp is natuurlijk ook vooral daarvoor bestemd. Maar het biedt spelers ook de kans een basisplek te bemachtigen in het keurkorps van Frank de Boer. En nu vaste rechtsback Ricardo van Rijn wegens een hamstringblessure een aantal weken aan de kant staat, ruikt Ruben Lijon zijn kans. Wat voor een seizoen gaat het worden voor jou? Ik hoop een mooi seizoen met veel minuten. Ja, want de afgelopen seizoen heb je niet de minuten gemaakt die je hoopte, denk ik, hè? Ja, klopt, ook door blessures. Bijna lange blessures achter elkaar gekregen. Dus dan is dat bijna klaar het seizoen. Nou, er liggen kansen ook voor je, dit seizoen. Ja, klopt, ze liggen er weer. Voelt het nu wel anders nu Ricardo er nu eventjes niet is, vanwege zijn blessure? Nee, ik voel geen extra druk of iets dergelijks. Het is gewoon bijna hetzelfde. Alleen, ja, Ricardo is er nu niet. Je zegt bijna hetzelfde. Wat is er dan toch net even anders? Ja, je voelt dat je misschien meer kan gaan spelen dan vorig seizoen. Dus dat draag je wel mee. De focus is er altijd, maar het is niet, het wordt niet anders. Ik blijf gewoon scherp en ik probeer gewoon mijn best te doen. Je oogt heel erg fit. Voelt dat ook zo? Ja, ik voel me goed. We zijn al 3 weken bijna al bezig en het gaat steeds beter. Je hebt vorig jaar veel Jupiler League gespeeld. Die minuten heb je wel gemaakt natuurlijk. Wat heb je daarvan geleerd? Ja, dat het niet altijd met gewoon normaal voetballen gespeeld kan worden. En dat je gewoon hard moet werken en soms gewoon moet strijden. En dat heb ik wel mooi meegenomen. En kan je dat iets beter toelichten dat je niet met normaal voetbal kan oplossen? Ja, veel lange ballen, strijd, duels. Ja, kopduels vooral. En ja, vechten 1-1. En in wat voor opzicht heeft het jou sterker gemaakt? Ja, mentaal. En dat het ook gewoon zo kan en dat het zo ook soms moet in het spel. Met hoeveel vertrouwen sta je nu op het veld? Met veel vertrouwen, zeker. Gaat jouw seizoen worden? Ik hoop het, ik ga mijn best doen. Ik voel me goed, fris en ik heb er gewoon zin in.